Welkom bij een nieuwe aflevering van Cycling Insight, de ene laatste aflevering van het eerste seizoen. Ik ben Niels Willemsen, jullie host van vandaag, met aan tafel Lars van den Berg, welkom. En onze gast van vandaag is met zijn 22 jaar en woonachtig in het mooie Twente, opgeleid door Jumbo-Visma en nu nog fietsend voor Tudor Pro Cycling. Tevens de ploeggenoot van onze eerdere gast, Arvid de Klein. Welkom Rick. Dankjewel. Rick Pluimers, om wel te verstaan. Dat klopt, dat klopt. Hey, heb je genoten van je vakantie? Want seizoen, of in ieder geval je had einde seizoen, begin seizoen. Heb je genoten van je vakantie? Ja, zeker, zeker. Nee, ik eindigde in China. Dus redelijk lang seizoen gehad, want ik begon ook in UAE. Dus best wel lang gekoerst. En zijn eigenlijk daarna direct doorgegaan naar Zwitserland met de ploeg om het seizoen af te sluiten met elkaar. En daarna ben ik met mijn vriendin naar New York gegaan. Oh, lekker. Dus daar wel even genoten van de vakantie en quality time met z'n tweeën. En eigenlijk sinds vorige week weer een beetje begonnen met fietsen. Want hoe lang ben je naar New York geweest? 4 nachten. Dus ja, we landen waren in de ochtend geland. Dus in totaal was het bijna 4, 5 dagen. En met de ploeg dan? Wat hebben jullie gedaan in Zwitserland? Dat was heel lang heel geheim. Er was best wel veel stress om, want op een gegeven moment, net voordat we naar China kregen we een mail van ja, je moet hikeschoenen mee en zakplantaren voor op je hoofd en warme kleding. Dat en moest je zelf meenemen. Ja, dus we hadden allemaal zoiets van wat gaan we nou doen en we waren best wel bang dat we 2 dagen op een berg zouden zitten in zo'n hutje overnachten. Maar uiteindelijk viel het wel mee en hadden we eerst een test om te kijken hoe je core stability is en dat soort dingen. En daarna nog meetings met de ploegleiding en met de trainers. Wat is dat, core stability? Ja, dat is eigenlijk je buikspieren. En, je core. Ja. Ik stond zo, maar mijn core. Nee, dus dat testen. En daarna hebben we even kijken, een speurtocht gedaan door Sourcy. Daar zit dan service koers. En toen kwam het wel dat er 's avonds werd verteld van ja, dit is wat we mogen gaan doen. En toen moesten we om 4 uur ons bed uit, zei hij. Fabian met zijn mooie plannen. Dus dat had hij zelf ook bedacht. Ja, we zaten daar natuurlijk vanuit China met een beetje een jetlag. Dus we zaten er best al doorheen en vroeg op. En toen gingen we dus wel een berg op wandelen. Maar gelukkig bleven we daar niet overnachten. Maar ja, nee, dat was wel een hele mooie tocht met heel de ploeg. Dus ook alle mechaniekers en verzorgers en alle renners. Dus dat was best een mooie ervaring met elkaar. En daarna zijn we nog... Dat was de laatste dag volgens mij, ja. Daarna zijn we naar het hoofdkantoor van Tudor gegaan. En wat hebben jullie daar nog gedaan dan? Dus in de avond kaasfondue. Oh, lekker. Dus dat is altijd lekker. Ja, nee, als we met Zwitserland natuurlijk. Ja, als we met Tudor, laten we zeggen, Tudor het bedrijf op pad zijn, dan is het vaak zeer goed en luxe geregeld. Dus dat was mooi. En de laatste ochtend zijn we dan naar het hoofdkantoor gegaan van Tudor met rondleiding gekregen daar. Dat hadden we het jaar ervoor ook, maar nu ook voor de mechaniekers en de verzorgers. Dus dat was wel leuk om daar ook rond te kijken. En, ja, dat is wel speciaal. Dan is de CEO daar van zo'n groot bedrijf. En dan krijg je best wel een mooie speech van dat het goed gegaan is dit jaar. En dat ze echt tevreden zijn. Dus dat was mooi. Maar krijg je dan ook te zien hoe ze die horloges maken? Want Tudor is een horlogemerk voor de mensen die het niet kennen. Nee, het hoofdkantoor in Genève is puur gewoon... Laten we zeggen, mensen van de marketing en noem alles maar op. En dan hebben ze een fabriek in Le Locq. En die is volgens mij afgelopen jaar geopend. En daar zijn we vorig jaar ook geweest in het begin van het seizoen. En daar maken ze dan echt horloges. Maar dat waren dus nu niet. En jullie servicekoers, waar zit die dan? Wel ook in Zwitserland? Ja, Zwitserland, Sourcy, ja. Het zei me eerst ook niks. Maar dat ligt eigenlijk aan de andere kant van Zwitserland dan Genève, volgens mij. Moet je daar nog regelmatig naartoe dan? Of iets van testen of nooit? Nee. Nee, de meeste testen wordt gewoon op trainingskamp gedaan. Dat bij jou... Ben jij ook wel zo is, denk ik. Ja, wij gaan meestal, wij hebben een Besançon, waar het servicekoers van de opleidingsploeg zit, moeten wij altijd naartoe en dan gelijk ook na het seizoen. Ja. En dan doen we daar de testen en in het ziekenhuis en zeg maar hartfilmpjes en dat is allemaal in 2-3 dagen. En dan gaan we vanuit daar naar huis. Dus ja, of je doet Parijs Tours of Lombardije en dan ga je daarheen en dan 2-3 dagen daar en dan lekker Ja, vakant. Precies. Dus dat is wel relaxed. Ja, dat is fijn. Ja. Ja. Hey, want hoe ontspan jij in je off-season? Want je bent 4 dagen naar New York geweest. Ja. Dat is niet echt een... Nee, dat was niet heel ontspannen. Daar kwam ik achteraf ook wel achter dat het best wel intensief was. En ik moet ook zeggen, ik kwam een beetje ziek terug daarvan. Dus dat was niet ideaal. Maar ja, daarna lekker een weekje thuis en dan ontspan je wel heel goed. En eigenlijk vind ik dat ook thuis zijn, dat geeft mij nog altijd het meeste rust. Dus dat
daar heb ik wel vooral van genoten. Wat doe je dan als je, als jij gaat ontspannen? Ja, eigenlijk niks. Nee, dat is het. Vooral op de bank een beetje gamen, dat soort dingen. Oh, leuk voor je vriendin. Ja, 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 die moest werken, gelukkig. Ja. Nee, nee. Nee, ik ben ook nog met vrienden een weekendje naar Gent geweest. Dus dat was ook leuk om, om echt met hun echt tijd door te brengen. Want in het seizoen is dat best wel lastig om... om er tijd voor te maken. Ja, en om met z'n allen bij elkaar te zijn. En, dus dat was wel heel leuk om, om te doen. Drink je dan echt of laat je dat... Jawel, dat hebben we wel gedaan het weekend. Nee, we hebben ook... waren in Gent en ze hadden een... twee man van de acht hadden dus alles georganiseerd. En we hadden op de tweede dag een bierproeverij staan. Dus dat was best wel leuk. En ook best wel leuk om, om daar wat kennis van op te doen. Dus nee, er is wel een beetje gedronken. Ben jij een bierliefhebber? Ja, ja, ik hou er wel van. Het is niet dat ik drink helemaal niet veel. Ook in het seizoen niet. Lars in het team komen. Hoezo? Ja, het schijnt dus dat jullie al de bier drinken, toch? Ja, op de rustdagen vooral, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Vooral je Jumbo-Visma, denk ik. Ja, ja. Nee, het is niet dat ik veel drink, absoluut niet. Maar ik kan wel genieten van een biertje, ja. Hé, hey, want je bent hoe lang samen met je vriendin nu? Op best wel een tijd, hè? Ja, ja. Want je bent 22 nu? Ja, ik denk dat het misschien al bijna 5,5 is nu. Want het is zeker meer dan 5. Dat hoe is het voor haar om met een topsporter te zijn? Want zij heeft gewoon een normaal leven in de zin van studeren. Ja. Hoe is dat voor haar? Ja, het is natuurlijk in het begin was het denk ik wel wennen voor haar. En zij had ook niks met wielrennen eigenlijk toen ik met haar kreeg. Maar gelukkig vond ze het heel snel heel mooi. En eigenlijk als het nou kan, is ze er ook altijd bij met de koers. Dus dat is wel heel mooi. En ja, ze gunt me ook alles. En het is niet... we hebben eigenlijk nooit ruzie of onderling... frik of zo, dat ik veel weg ben of dat soort dingen. En gelukkig heeft zij ook een mooie studie. Ze doet geneeskunde. Ja. Dus zij is daar ook heel druk mee. En ik vind het wel fijn dat zij ook eigen doelen heeft in haar leven. En dat... Kijk, je hebt topsport in het fietsen. Maar ik moet zeggen, zo'n studie, dat is ook aardige topsport, vind ik. Ja, dus je ziet hoeveel ze daarmee bezig zijn. Ja, dat is... Kan je ook alleen maar... Dat is eigenlijk ook wel nodig, toch? Omdat jij zo je eigen leven hebt, dat je een vriendin hebt die ook echt wel helemaal de eigen dingen heeft. Ja, ik denk wel dat heel belangrijk is. Ja. Zie jij dat om je heen, dat vrouwen van echt hun eigen leven hebben in de topsport, of gecombineerd? Nou, ik moet zeggen dat ik wat dat betreft niet heel erg veel ervaring heb. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn broer, bij Marijn, als je kijkt naar zijn vriendin, is dat zeker ook het geval met Rick. En ja, ik denk dat het gewoon bijna niet anders kan. Omdat je anders niet 5 jaar samen kan blijven. Nee. Woon je samen? Nee, nog niet. Nee, mijn vrienden. Nee. Op termijn komt het wel natuurlijk. Maar nee, mijn vriendin die studeert in Nijmegen. Die heeft daar een eigen appartement. Dus ik ben daar wel regelmatig. En zeker nu wat meer in het seizoen is dat soms lastig te combineren als je thuis komt. Maar in het weekend komt zij altijd mijn kant op. En door de week kom ik dan bij haar soms. En dan... Ga je op de fiets vanuit, want je woont in Enter, hè? Ja, nee, ik pak wel de auto, want al die spullen mee sjouwen elke keer, dan is de auto toch makkelijker. Maar ik ben inderdaad ook wel een paar keer op de fiets heen en weer gegaan. En het is een mooi tochtje, dan kun je mooi over de postbank en zo. Ja. Dus, ja. Ja, het is wel mooi trainen daar, denk ik. Ja, ja, zeker. Nee, Nijmegen is heel mooi. Ik vind Twente mooi, maar daar hou ik ook echt van om daar te trainen. Maar ik moet zeggen, Nijmegen is ook erg mooi met de postbank. En zeker ook, je kan er heel makkelijk via Bergendaal Duitsland in. Ja. Ja, dat is best wel relaxed en ook rustig trainen qua verkeer. Dus dat is, daar ben ik wel tevreden. Ja. En je hebt ook een zus of zusje die fietst. Ja, of fietst een beetje. Ja, hoe is dat in de familie? Is dat dan echt het wielrennen centraal? Of hoe is dat voor je ouders? Ja, nee, bij ons heeft het wielrennen altijd wel centraal gestaan. Het is ook, mijn ouders hebben elkaar ontmoet door het wielrennen. Die zaten beide bij de Zwaluw in Almelo. Dus die hebben elkaar daar ontmoet en mijn opa heeft ook altijd gefietst, ook bij de amateurs, 2 keer Nederlands kampioen. Dus het heeft altijd wel in de familie gezeten en Jules en ik zijn beide ook jong begonnen. Volgens mij zij in categorie 1 zelfs en ik in 3. Mm-hmm. Ja, en vanaf dan was het eigenlijk bijna ieder weekend met het gezin op pad om alle koersen in Nederland te doen. En dan werd natuurlijk steeds meer en meer en ja, op een gegeven moment bij de junioren gaat het steeds verder. Dan ga ik hier met de nationale selectie mee en dat soort dingen. Nee, het heeft... En ook als ik in de buurt fiets, of ja, Luxemburg is in de buurt al bijna, dan komen ze kijken. En dat is bij mijn zusje hetzelfde, dus dat is wel, dat zijn echte liefhebbers, maar dus, ja. Wat, kom je zusje wel nog wel eens tegen tijdens het koersen, of is dat echt gewoon gescheiden van elkaar? Nee, misschien de komende jaren, als ik ook meer van die grote klassiekers ga doen, dat het wel op dezelfde dag valt. Maar de laatste jaren hebben we niet veel koersdagen tegelijk gehad. Dat was ook wel
EK in Portugal. Mm-hmm. Daar zouden we beide heen gaan. En dat was eigenlijk de eerste keer dat we echt samen zo'n koers zouden doen. Dus daar hadden we wel heel veel zin in. Maar toen kreeg zij, wat was 2 dagen van tevoren, corona. Kreeg ze corona. Ja. Ja, dat was heel jammer, daar baalden ze heel erg van. Ja. Dus ja, helaas niet heel veel koersen tegelijk of samen. Maar nu was ze Europese kampioen geworden door jou, las ik. Ja. Ik was blij dat ze me de kudo's gaf. Ja. Nee, weet je wat het is? Ik denk dat jij dat met Marijn ook wel hebt, dat je het best wel veel over koersen hebt en ook over het mentale. En kijk, Ilse is heel sterk, is echt een hardrijdster. Maar ja, als je een hardrijdster bent, dan moet je vaak wel alleen komen te zitten. Dus ik had daar voor de tijd ook gezegd van, ja, zoek je moment en doe gewoon alles of niets. Want ja dan heb je in ieder geval een kans. En ook in 2019 in Alkmaar werd ze ook Europese kampioen met de junioren. Ja. En toen had ze ook een solo aanval gedaan in de finale. En ik had dat dus op de app gezet en ik had alleen gezegd succes en alles of niets. En meer had ik niet gezegd. En het was wel leuk dat ze dan na de finish zei van op 3 kilometer voor de streep dacht ik nog aan jou. En toen dacht ik, ja, ga gewoon alles of niet spelen. En het is gelukkig alles geworden. Dus. Ja, was super mooi. Ja. En als jij dan thuis bent en zij is thuis, fietsen jullie dan ook nog wel veel samen of dat niet? Ja, als het kan wel. Ja, het is natuurlijk wel. Ik fiets natuurlijk harder in training dan zij. Dus ze gaat dan wel af en toe mee in het wiel. En zoals ook vanochtend hebben we samen de krachttraining gedaan. Dus dan gaan we samen naar de sportschool. Dus we proberen dat wel een beetje samen te doen. Ja, maar wel leuk dat jullie. Ja, het moet wel passen in. Natuurlijk met beide trainingen, of het goed uitkomt. Ja. Ja. Het moet niet te kostig gaan van, maar... Nee, als... precies, nee. Ja. Nee, ik rijd dan sowieso mijn tempo en dan, ja, zij dan in... Ze heeft ook wel, we hebben ook wel eens gedaan, dan rijdt ze met me mee en dan rijdt ze de hele tijd in het wiel en dan doet ze haar blokjes doet ze naast me. En dan gaat ze weer in het wiel en dan doet ze 15 minuten naast me. Ja. Dus. Doe je ook eens botjes fietsen? Botjesprint. Botjesprint? Ja, af en toe, maar niet heel vaak. Maar dan is het vaak ook een lastsprintje van 10 meter, zo net op de laatste. Trek hem niet te vroeg aan. Nee. Hey, geeft zij jou wel eens tips? Ja, eerlijk gezegd niet heel veel. Maar ja, ik kan ook veel van haar leren natuurlijk. En zeker ook met dat aanvallend koersen. Dat is zij denk ik iets zelfverzekerder nog in dan ik misschien. Terwijl dat misschien, laat me zeggen, ik coach haar daarin dat ze het moet doen. Maar misschien, ja, zij doet het vaker dan ik en heeft ook vaak op die manier gewonnen. Ja, dat is ook het type rennen dat jij misschien... Ja, precies. Zij is iets meer een hardrijdster. Dus dan moet het. Jij kan prima aankomen in een klein groepje natuurlijk. Ja, hoeft niet per se weg te rijden. Nee, precies. Dus dan wacht je vaak. Ja, dan kan je ook soms te lang wachten. Maar, maar inderdaad, dan is vaak mijn kans iets groter dan dat ik het solo ga proberen. Ja, precies. Ja. Hey, want jij komt uit Twente. Dat is even die vraag. Jij komt uit Twente, maar je hebt geen accent. Nee, dat hoor ik wel vaker. Maar dat komt denk ik omdat ik vanaf jongere leeftijd wel veel met jongens ook uit Randstad of Marijn of die jongens om ben gegaan. En dan, ja, ik denk als je meer met je vrienden in het oosten omgaat, dat je ook wel automatisch zo gaat praten. Maar nee, het is ook niet dat ik het expres doe of wat dan ook. Dus, nee. Kan je het wel? Nou, echt enters noemen we dat dan, dat niet echt. Kijk, als ik met mijn oma ben, dan komt het er wel een beetje uit. Maar kijk, verstaan kan ik heel goed. Daar heb ik echt geen problemen mee. En, doe eens één zinnetje dan. Ja, dat... Best cover. Ja. Nee, het is niet dat ik echt... kijk, een beetje een accent wel, maar echt het dialect spreken, dat gaat niet. Nee. Zou ik het kunnen verstaan of luisteren als wij daar zijn? Of is het echt onverstaanbaar, net zoals bijvoorbeeld het Fries? Ja, ik zou zeggen van wel, maar ik heb ook wel eens dingen aan jongens laten horen van... bijvoorbeeld grappige filmpjes die ze dan in Twents maken. En dan zeggen dus ze niks van begrepen. Wat zeggen ze hier nou? Ja. Dus ja, ik weet het niet. Ja. Nee, ik denk echt Twents, dat wordt wel lastig, denk ik. Hey, jij bent dit jaar voor het eerst echt prof. Ja. Bij Tudor Pro Cycling Team. Daarvoor heb je bij Jumbo-Visma Development Team gezeten. Ja. Hoe is dat gegaan, van Jumbo naar Tudor Pro Cycling? Ja, ik heb natuurlijk die 3 jaar bij Jumbo gehad. Dus we hadden eerst een 2-jaar contract. Volgens mij iedereen die dat tekent krijgt 2 jaar. En ja, je had natuurlijk dat corona-jaar erin zitten. Dus weinig gekoerst en nog een jaar bijgetekend. En toen eigenlijk in april of begin hadden ze al gezegd van ja, de kans dat je bij Jumbo prof wordt is eigenlijk niet heel groot. Of is het niet of je moet heel uitzonderlijk gaan presteren in 1 keer. En toen samen met mijn management al vroeg gaan kijken. En volgens mij rond het NK had ik de eerste gesprekken met Tudor. En ja, dat klikte eigenlijk meteen. Het was een... Met wie heb je toen gesproken van hun? Een ploegleider, Sylvain. Mm.
En dan was het Thibaut Hoffner, die is nou inmiddels is die weg. Maar die heeft eigenlijk de Swiss Racing Academy opgezet. Ja. En volgens mij eerst alleen met die twee. En toen later, toen het contract rond was, ook met de andere mannen die er dus bij waren gekomen. Omdat het ook een opstartende ploeg was natuurlijk. Ja. Ja. Maar vanaf het begin, het eerste gesprek was al meteen heel positief. En het plan dat ze hebben en de ambities die ze hebben, spraken me heel erg aan. En ook de rol die ik in het team heb, sprak me ook meteen aan. Dus ja, vanaf... Want je wist toen al wel dat je voor Arvid, zeg maar, en wat vrije rol, misschien een beetje vrije rol zou krijgen. Of wat hebben hun precies tegen jou gezegd? Ja, iets een vrije rol. En ze wisten natuurlijk, bij Jumbo heb ik vrij veel met de pros meegereden. Dus in het mixprogramma, daar kan je dus... Dan stellen ze een 3-om-3 ploeg op. Dus 3 profs en 3 development of 2 development. En eigenlijk heb ik dat meer gedaan dan development koersen. Dus in mijn uitslagen was het niet echt te zien dat ik stappen zette misschien. Mm-hmm. Want kijk, als ik bij development meereed, dan reed ik vaak top 10. Maar ja, dat zijn dan maar enkele koersen in het jaar. En eigenlijk die ervaring die ik dus zo jong op heb gedaan om met die profs mee te gaan. Ik ben veel met Dylan mee geweest. Dat waardeerden ze eigenlijk heel erg. En daar zagen ze best wel veel potentie in om ook in de ploeg daarmee verder te groeien. Dylan Groenewegen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, en Olaf Kooi natuurlijk. Ja, die was dan van mijn leeftijd. Dus... Wat leer je van hun dan? Ja, van Dylan heel veel in de sprintrein natuurlijk. En daar kwamen ze dus ook direct op van... Ja, we zien jouw rol in de sprintrein ook best wel groot. En we willen met jou daar ook een rol in zien dat we samen een goede trein opzetten. Toen wist ik nog niet dat Arvid erbij kwam. Ja. Dus en dat vooral, Want anders had je het niet gedaan, zeker? Nee, dan had ik er nog een keer goed over nagedacht. Nee, ik kwam ik kende hem eigenlijk niet. Ja, van naam natuurlijk, maar ik had nog nooit met hem gesproken. Want hij is ook best een stukje ouder dan ik. Maar in Saskatoor in Tsjechië kwam die naar me toe. We zaten in de coupetto. En hij kwam zo naar me toe van, ja, je gaat volgend jaar wel op een mooie BMC rijden, zegt hij. Ik zei, ja, zeker, want toen was het al op wielerflits gekomen dat ik daarheen ging. Dus ik vroeg een beetje zo van, ja, wat ga jij volgend jaar doen en dit en dat. Hij zei, ja, ik heb ook wel gesprekken gehad en ook wel met Tudor en dit en dat. En, maar ja, ik weet het nog niet. En toen kwam er steeds zoiets verder. Toen was voor mij na die rit wel duidelijk dat hij bij de ploeg zou komen. Maar nee, echt een topgozer en ik denk dat we mooie dingen hebben laten zien dit jaar. Denk ook zeker. Ja. Nou, wist je van Michael toen ook al wel, of dat nog niet? Nee, Michael was nog later eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet wanneer ik dat precies wist, maar ik denk dat vlak voor de eerste, want Michael heeft ook volgens mij laat getekend. Mm-hmm. Dus dat zou vlak voor de eerste teammeeting zijn geweest, wat in november was dus. En hebben jullie dan ook nog een soort van groepsappje met z'n drieën, of hebben jullie heel veel contact, of valt dat wel mee? Of? Ja, met z'n vieren. We hebben nog één Deen, Sebastian, en daar Sebastian Changizi. En dat is eigenlijk best wel een 4-eenheid geworden. Want vaak hebben wij ook samen de lead-outs met z'n vieren gedaan. Nou, dat klinkt eigenlijk heel goed. Het is een hele leuke sfeer. En af en toe bellen we nog wel met elkaar of over de app. Nee, dat is erg gezellig. Dus daar hebben we een groepsapp mee met z'n vieren. Ja, maar wel bijzonder om in de sport zo'n soort van vriendengroep te hebben. Ja, dat heb je niet vaak voor in ieder geval. Nee. Hoe is dat bij jou in de ploeg dan? Nou, bij ons is sowieso de sprintrein natuurlijk een beetje weg dit jaar met Arno de Maar. Die is ook vertrokken natuurlijk. Dus bij ons is er nu hebben we niet echt een grote sprintnaam op dit moment in de ploeg. Dus en het is ook niet dat ik heel veel met die groep sowieso op pad was. In de jaren dat Ramon er nog was, Ramon Sinkeldam, was dat wel meer. Kon ik het ook super goed mee vinden. Ik ben afgelopen weekend nog bij Ramon geweest. Wat heb je gedaan? We zijn de stad in geweest, Amsterdam in. Dus dat was zeker leuk. Kees Bol was er ook bij. Heb je nog flink misdragen? Misdragen niet. Misschien wel... Wel gezellig. Ja, misschien een paar biertjes te veel, maar daar bleef het ook bij. En dat was ook de laatste keer, dus dan kan ik me nog wel een keer goed laten gaan. Maar goed, wat dat betreft, als ik thuis ben, heb ik ook niet heel veel contact, want daar ging het over. Niet heel veel contact met ploeggenoten of zo. Dus daarom, tenminste de jaren dat ik bij Arvid in de ploeg reed, toen de tijd bij Metek, hadden we wel echt wat meer, zeg maar, echt een vriendengroep. Maar sinds ik ben vertrokken richting Frankrijk is het toch wat zakelijker geworden, denk ik. En ook als ik bij Marijn kijk en bij anderen kijk, is dat denk ik toch meer gebruikelijk. Dus daarom is het wel bijzonder als je het zo bekijkt. Zo hebt, ja. Hey, hoe gaat de ploeg daarmee om dan bij jou dit jaar? Want je hebt niet echt een sprinter, zeg je? We hadden natuurlijk tot augustus was de Maarder nog gewoon. Maar het liep gewoon niet met die sprinttrein. En ik denk ook niet... Hij heeft ook vaak niet de hele trein meegekregen. En er zijn natuurlijk genoeg verhalen eigenlijk ook al wel over verteld.
Dus ja, dat was gewoon voor die hele sprintgroep. Ik ken Bram natuurlijk goed. Ja. Waar ik Bram Welte, die mijn ploeggenoot was tot en met dit jaar. En ja, dat was gewoon een lastige situatie voor al die gasten die in die groep zaten. Ja. Dus ja, daarom zijn de meesten er ook wel van vertrokken. Ja. Hey, wij weten, we hebben Arvid in de uitzending gehad. Ja. En we weten hoe, hè, tussen Lars en een vriendengroep bij Metec met Arvid erbij. Ja. Hoe is dat nu bij Tudor? Gedraagt hij zich een beetje? Of zijn het nou nog wel leuke verhalen? Of kan je dat niet niks over zeggen? Ja, ik kan zo niet direct een verhaal verzinnen, denk ik. Maar Arvid is wel een leuke, drukke gast eigenlijk. Ja. Die wel veel ja, kattenkwaad wil je niet noemen, maar wel veel dingen doet dat je denkt dat het wel op het randje. Ja. Zeker in training, dan rij je rond en dan rij je door het verkeer. Dat je denkt van ja, dan moet je best wel opletten, maar dan remt hij gewoon op zijn voorwiel of op zo'n bumper van een auto. Dan denk je, wat ben je nou aan het doen? Ja, ik ben daar altijd wel, ik let altijd goed op in het verkeer. Dus dan, ik moet altijd wel lachen om hem, dat hoe hij daar rondrijdt en... Hoe kunstig hij ook op de fiets is, want ja, hij doet soms dingen dat je denkt... Kan jij ook een wheelie? Want ik zag laatst een filmpje voorbij komen dat hij op zijn achterwiel reed. Kan jij een wheelie? Nee, ook niet. Nee, Arvid is wel gewoon echt een unieke verschijning. Ja, maar Arvid kan denk ik ook beter stoppies dan wheelies. Ja. Ik zei ook altijd wel toen ik bij Metec reed van... Ja, je kan hem beter in je ploeg hebben dan tegen je, want die gaat ook niet voor je aan de kant, hoor. En ook niet, zelfs natuurlijk dat ik hem goed ken. Ja, misschien als het rustig gaat, maar in de finale zeker niet. Dus maar ik vind Arvid nog niet de meest gevaarlijke sprinter. Nee. Hij heeft wel zijn momenten dat hij er wel echt voor gaat en dat hij er doorheen duikt. Maar dat moet natuurlijk ook al sprinten. Ja. Maar wat is voor jou een gevaarlijke sprint? Ja. Of sprinten, maar wat is voor jou misschien de afgelopen seizoen dat je denkt van, nou, dit was wel eentje die... Nou ja, ik ga geen naam noemen natuurlijk, maar ik heb wel eens gehad in koersen dat je in de finale zit en dat er gewoon één is die ramt hem van de rechterkant in één keer naar de linkerkant was door het peloton. Dat je denkt van, je weet dat de jongens achter je rijden. Welke koers was dat? Ja, dat was in, denk Hongarije was dat. Ja. Maar ja, welk jaar dat... Ik heb er maar één keer gereden, dus dat ga je wel vinden. Ja. Nee, maar je hebt natuurlijk altijd jongens die... Zijn altijd wel vaak dezelfde ook, hoor, moet ik zeggen, die gevaarlijk rijden. Ja. Dus die staan er ook vaak wel bekend om. Ja. Maar ja, ik vind het ook altijd met sprinters, ja, het moet ook. En als je het niet doet, dan... Je moet een beetje oogkleppen op hebben. Dus ja, dat, daar herken je wel de echte sprinters aan. Maar... Ja, en waar anderen met angst zitten, kennen hun dat niet echt. Maar ja, dat heeft Arvid ook in die aflevering gezegd, geloof ik. Ja, met zijn remmen. Dat vond ik best bijzonder. Ja. Ik ben blij dat hij nou een schijfrem heeft, dat hij niet meer kan. Ja, ja, ongelooflijk. Ik denk dat hij die ook zou afkoppelen als het kan. Ja. En je hebt, dit jaar hebben jullie ook een overwinning, of overwinningen gepakt. Hoe is dat, de eerste, hoe heb je die ervaren? Ja, die was speciaal. Nee, dat was Milaan-Turijn. En eigenlijk, grote koers ook. Ja, de oudste klassieker volgens mij die er is. En, dat was best wel speciaal. En we waren natuurlijk lang bezig geweest met die sprinttrein. Eigenlijk vanaf het eerste trainingskamp al. En wat Arvid ook wel verteld heeft. We zouden naar de Ronde van Turkije gaan. Natuurlijk een iets lager niveau dan bijvoorbeeld de UAE Tour. Waar we nu uiteindelijk begonnen waren. Om daar natuurlijk de sprinttrein te proberen hoe het liep en dat soort dingen. En dat werd toen afgelast vanwege die aardbevingen. En toen zijn we direct naar Zwitserland gegaan. Dat heeft de ploeg toen binnen een dag eigenlijk geregeld, de trainingskamp. Ja, daar hebben we eigenlijk anderhalve week lang alleen maar aan die sprinttrein gewerkt. En ook aan teambuilding en dat soort dingen. En wie begeleiden jullie daar dan vooral in de trein en hoe dat dan beter moest? We hebben Koert. Die is een Engelsman en die traint Arvid ook. Mm-hmm. En die is vooral heel erg bezig met de aerodynamica en de performance. En ook met de sprinttrein dus. En Marcel Sieberg. Zelf ook zeer goede lead-out man geweest. Ja. Dus die helpen ons daar veel in. En ja, toen kwam Milaan-Turijn. En ja, dat heb je vaak wel met koersen. Dat je dan voor de tijd zoiets hebt van... We kunnen dit winnen. En dat je voelt dat de groepsdynamiek er zo is dat iedereen alles wil geven daarvoor. Ja. En ik was ook koerskapitein in die koers. En ja, eigenlijk vanaf de laatste 30 kilometer was het voor mij eigenlijk het hele team sturen. En dat was best wel speciaal om te doen. En dat voelde voor mij een beetje op het eind als een videospel spelen. Met de aanwijzingen geven. Want dat vind ik best heel leuk om te doen, om koerskapitein te zijn. Wat doet een koerskapitein? Ja, dat is eigenlijk een beetje de ploegleider in de koers. Dus je hebt natuurlijk de ploegleider in de auto, maar die kan niet zien wat er in het peloton gebeurt. En
vaak ben ik dan degene die daar de ploegleider kennis van geeft. Van nou, zo zit die situatie of dat soort dingen. En voor mij in de lead-out is het dan echt de jongens voor mij sturen om op het goede moment op de juiste plek te Wat zitten. Wat zeg je dan? Ja, dat zijn echt korte schreeuwtjes van go, stop, left, right, dat soort dingen. Want als je te lang gaat praten, dan beginnen ze om te kijken van wat zegt hij nou? Ja. Dus dat is ook best lastig en dat ging daar eigenlijk heel goed. En we kwamen elke keer op de juiste plekken te zitten. En er waren ook best wel andere goede lead-out terreinen. En eigenlijk hadden we heel de tijd in controle. Ja, toen deed Michael daar een fantastische laatste 900 meter. Ja, toen wonnen we daar onze eerste koers en dat was ook de eerste overwinning voor de ploeg. Dus heel de ploegleiding was door het dolle heen en ja, dat was wel een hele mooie ervaring. Ja. En want dat, zou je dat boven jouw eigen tweede plek zetten in China aan het eind van het jaar? Wat was het meest speciale moment voor jou, zeg maar, als je naar het hele seizoen kijkt? Ja, zou je dan toch die overwinning zeggen? Ja, misschien wel. Ja, het tweede, het voelt toch altijd een beetje als net niet. Ja. Voor mij persoonlijk was het echt een super, super resultaat. Mm. Maar ja, ik moet zeggen, als we zo'n plan hebben opgesteld met de ploeg en om echt een goede lead-out te geven en Arvid pakt hem dan, dat geeft ook heel veel voldoening. Ja. Dus misschien qua euforie staat hij zeker hoger, denk ik, dan die tweede plek. Maar die tweede plek was ook fantastisch natuurlijk. Ja. Ja. Voelt die tweede plek als een overwinning of kan zo'n tweede plek ook voelen als een net niet gewonnen? Ja, dat heb ik van Marijn nog op mijn kop gekregen na de tijd. Want, heeft hij niks over gezegd? Nee, want ja, die sprint die liep voor mij perfect. En er waren natuurlijk goede mannen, Olaf, Marijn, Milan was daar en best wel rappe mannen. Maar ik timede hem perfect van achteruit en ik kwam met heel veel snelheid van achter. En voor mijn gevoel... Ja, ik ging links langs de groep en voor mijn gevoel was ik gewoon los, laat maar zeggen. Was ik gewoon zoveel eerder aangaan dan de rest dat ik met snelheid er langs kwam. Dus voor mijn gevoel lag ik een tijdje eerste, maar Olaf kwam via rechts. Ja. Ja, en dat kwam voor mij perfect uit, want ik kon in zijn slipstream mee. Maar mijn eerste reactie na de finish was, fuck, ik was zo dichtbij. Dus ik maakte zo'n beweging dat ik wil slaan op mijn stuur. Ja. Maar ja, in die beweging dacht ik, ja, dit slaat nergens op. Dus ik geef zo'n klein tikje, maar ja, op beeld ziet het er gewoon uit als een tik. Dus Marijn die kwam de volgende dag naar me toe van... je moet geen Belg worden, want dit moet niet nog een keer. Hoe heb je dat ervaren in China? Wat vind je ervan, de koers in China? Ja, persoonlijk was ik niet heel erg aan het uitkijken. Natuurlijk eind van het seizoen en dan nog zo'n lange reis en jetlag in en dat soort dingen. En ja, de koers zelf daar is ook niet het meest agressieve. Dat is gewoon brede, lange banen en... Ja, twee dagen dat het misschien bergop finish is. Maar ja, de rest is simpel koersen. Dus voor het eind van het seizoen is dat ook wel weer lekker. En ja, het was best wel een hele ervaring om daar in China te zijn. Dus dat was wel heel mooi. Dus achteraf kijk ik heel blij op terug. Maar op het moment dat ik er naartoe ging, had ik er niet heel veel zin in. En hoe heb jij het eten ervaren? Dan ga ik even... Ja, dat is lastig. Je hoort natuurlijk voor de tijd, je moet er oppassen met het vlees vanwege de doping en dat soort dingen. Dus ja, het is... Ik was daarom gisteren bij Marijn. Ik was even theetje drinken. Ja. Was gisteren? Nou, maakt niet uit. Maar Marijn had dus een broodje besteld, of een wrap. En die zat op een gegeven moment ergens op de kou. En ik denk, waar zit ik op de kou? Ja. Dus hij haalt het er zo uit. Dan zat hij dus op een tippie van de sigaret. Nee, joh. Ja, ja, ja. Dat zat dus in zijn broodje. Ah, gat. Dus hij zei, ik heb de hele dag echt een hele vieze smaak in mijn mond gehad. Ik zag hem voor de start en ik vroeg, hoe gaat het? Hij zegt, wat ik vanochtend mee heb gemaakt. En hij zag nog steeds bleek. Dus Dat was daar. Ja, dat was daar. Ja. Dus hij heeft de rest van de tijd in China heeft hij alleen maar havenmaat gereden. Volgens mij zaten wij nog wel in het goede gedeelte van China. Want we hebben ook verzorgers die zijn dan bij meerdere koersen, Hainan en dat soort koersen. En die zeggen, ja, wat daar in de hotels gebeurt met ongedierte wat rondloopt en dat soort dingen. Ja, dat hebben wij gelukkig niet gehad. En is dat niet in alle Aziatische landen? Wat kregen jullie te eten dan? Ja, wat je standaard krijgt, pasta en rijst. Dat wel pasta? Ja, dat is natuurlijk vanuit de organisatie doorgegeven. Ja. Maar de rijst is daar natuurlijk goed, want dat is wel een specialiteit daar. Dus wat dat betreft was het eten wel prima. Alleen je moet gewoon opletten met het vlees. Ja. En er werd ons wel gegarandeerd dat het oké zou zijn. Maar ja, het is toch een risico. Bleek het toch rond te zijn in plaats van kip. Dat weet je nooit in China. Nee. Ja. Ja, ik kan nog één mooi verhaal vertellen uit China. Ik ken iemand. Dat is een vrouw die gaat dan op reis en die redt dan dieren.
op straat. En vooral katjes. En die neemt ze dan mee naar huis. En die koopt ze. Of dan, en dan regelt ze hem mee naar huis. Dus zij was in China. Ze loopt in de steeg. En zat daar een katje lopen. Mm. Achter een restaurant. Dus zij loopt het restaurant in. En vraagt, is die kat van jullie? Dus die eigenaar zegt, nou ja, die is van ons. Zij zegt, mag ik die kopen? Dus hij zegt, nou, geen probleem. Dus hij loopt naar achter. Hij zegt, ik ga mijn verhalen voor je. Dus hij loopt naar achter, komt hij terug met een plastic zakje. Had hij die kat in de mootjes gehaakt. Nee. Dat kat is alleen daar. Ja. Ja. Dat zou je dus... Ja. Maar in China... Ja, het is een... ik ben... Maar toen ik... mijn vader die had werk in China vroeger. En mijn broertjes en ik zijn alle drie, toen we in groep 8 zaten, een keer met hem mee geweest. Toen ook mijn eerste ervaring met China was, dat ging ik uit eten. Ik ging van het hotel naar beneden naar het restaurant. Toen stonden er allemaal aquariums zo in de hoek. En toen zei die man zo tegen mij van, ja, welke wil je? En toen was ik dus, nou, hoe oud ben je? 11 of zo. En toen wees ik dus die vis aan. En 10 minuten later lag die gekookt op mijn bord. Ja, ik weet het nog zo goed. Ja, echt. Ja. En in dat restaurant lagen 2 alligators in het restaurant. In een vijver. En toen ook... Levend. Ja, levend, ja. Oh, en toen een paar dagen later... Toen gingen we eerst naar een andere plek in China, kwamen we terug. En toen lag de een met zijn kop afgehakt op tafel. Ja, 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 kon je dus gewoon zeggen, ja, ik wil een stukje van die alligator eten. Ja, nou ja, dus toen was ik 11. Dat was mijn eerste ervaring met China. Even als zijtak. Ja. Ja, het is een bijzonder land. Ja, maar het is leuk, leuk om mee te maken, dat absoluut. Maar het is, persoonlijk vind ik, voor het koers hoef je daar niet... Nee. Hoe vaak ben je op de foto gegaan eigenlijk? Ja, veel. Ja? Heb je het bijgehouden? Nee, maar ja, op een gegeven moment was het ook wel een beetje een meme van, dan komen ze naar je toe en zeker Michael, lange blonde jongen, was het, you're so handsome, you're so clever, dat soort dingen. Ja, het Engels is daar niet heel goed en dan komen ze zo naar je toe. Ja. Nee, dus we hebben daar wel gelachen, dus we hebben een leuke tijd gehad, absoluut. Ja. Ja, mooi afsluiten van het jaar. Ja. Goed, we gaan weer verder. Hey, wij vragen altijd een aantal vragen van tevoren in de podcast om jou ook een beetje beter te leren kennen. En jij geeft, ik heb het beste advies wat ik ooit heb gehad, is geen zelfmedelijden hebben. Ja. Kan je die toelichten? Ja, dat is eigenlijk vanaf bij Jumbo-Visma Development gekomen. En dat was dan vooral, ja, in coronatijd was het meer trainen dan koers. En was het vooral jezelf pijn doen in training en niet wetende waar je voor traint. En dat was op een gegeven moment wel lastig. En ik had op een gegeven moment ook wel dat je dan blokken aan het doen bent. Dat je denkt van, ja, waar ben ik nou mee bezig? En het gaat niet lekker. En dat je dan iets te snel opgeeft eigenlijk. En eigenlijk is daar Robert de Groot. En ook zie ik daar... hebben we daar wel goede gesprekken over gehad. Dat wel een verbeterpunt voor mij was. Om zeker in training... Ja, je in die blokken echt uit elkaar te trekken. En daar een manier voor te vinden om dat te kunnen doen. Dus ja, dat heeft me wel geholpen voor de rest. En hoe heb je dat uiteindelijk gevonden dan, die manier om dat wel te doen? Ja, ik vind het vooral focus op tijd vind ik fijn. Dus als je dan de laatste 30 seconden in komt, dan ben ik vaak gewoon echt 29. Acht aftellen, echt. 7, ja. Of bijvoorbeeld je gewoon echt je cadans in de gaten houden. Dus elke trap gewoon echt beleven. Mm-hmm. Dus echt elke trap voelen die je doet en daarover nadenken en dan heb je eigenlijk ook niet echt de mogelijkheid om te denken aan de pijn eigenlijk. Die voel je wel, maar daar denk je dan niet voor 100% aan. En dat helpt mij wel heel erg om in training meer af te zien. Diep te gaan. Ja. Hey, ja. Dat is de term die ik dit jaar heb geleerd. Diep gaan. Ja, ja. Diep gaan. Hey, wij hebben eigenlijk ook elke week of elke aflevering hebben wij een quiz. Ja. En dan gaan we altijd aan de gast vragen, joh, heb je een leuke vraag? Van vorige aflevering hadden wij Jan Maas natuurlijk in de aflevering. En dan was de vraag, wat was de verste koers die hij heeft gewonnen hemelsbreed vanaf Nederland? Yes. Yes. Nou, daar hebben we een antwoord op gekregen. Weet jij het trouwens? De verste koers hemelsbreed? Die Jan Maas heeft gewonnen, ooit? Cool. Nou, dat zou wel niet in Europa zijn, denk ik. Want anders vraagt hij het niet. Nee, we hebben verschillende antwoorden gehad en er is eentje goed. En dat is die heeft gereageerd via Instagram. Dat is Jochem S. Mans. En die had het goed, want het is Tour of Okinawa in 2014. Dat is alweer even terug. Dat is een tijdje terug. Ja, dus gefeliciteerd. Dan hebben wij voor de volgende aflevering natuurlijk ook... Ja, hij moet even kort tussendoor. Hij moet wel even contact met ons opnemen. Ja, dan, je kan even contact opnemen via Instagram. We zullen in ieder geval jou ook proberen te contacten, maar... Stuur in ieder geval even je adresgegevens. Dan gaan we even vragen en dan sturen we jou een mooie prijs toe. Rick. Ja. Wat is de prijsvraag voor deze aflevering? Nou ja, we kunnen in de trend van Jan meegaan.
En misschien van wat is de koers die het dichtst bij mijn woonplaats is die ik gewonnen heb? Nou, even andere vraag. Oh. Nee, nee, want dat was in Ente, dus ja, ja, nee. Poeh, nee. Hoeveel top 10 uitslagen heb jij gereden dit jaar of afgelopen jaar? Dat kunnen we doen. Ja, weet je, Zente, zullen we nog een paar uitsluiten? Twee? Meer? Twee noemen. Nee, nou Je mag er twee noemen als je wil. Nou, weet jij in ieder geval het antwoord? Reageer dan even via Instagram. Ik kan even een DM sturen of reageer via de story als we die online zetten. Dan win je iets moois. Een mooie prijs van Rick Pluimers. Tudor klokje of zo. Ja, we moeten er nog maar even over hebben met de ploeg. Maar. Hey, we hebben ook wat... Nee, luistervragen komen zo meteen. We hebben nog een persoonlijk item van jou, wat je hebt meegenomen. Je hebt twee meegenomen, heel goed. Je hebt zeg het zelf maar. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik reed hier naartoe en ik luisterde een podcast van jullie, die met Jan Maas toevallig. En toen zei hij, ja, we nemen altijd een persoonlijk item mee. Toen dacht ik, klote, dit heb ik niet gelezen. Ja. Maar toen ging ik nadenken. Toen kwam best wel snel van, ik heb de Tudor klok om. Ja. En die betekent best wel veel voor mij, omdat het natuurlijk ook mijn eerste profjaar is. En bij een mooie ploeg met mooie jongens. En ook de klok is een, een limited... Met mooie jongens. Ja, mooie jongens, leuke jongens, knappe jongens, lieve jongens. Nee, en nu al heel erg tevreden bij de ploeg. En het is ook een... Ook 3 jaar bijgetekend natuurlijk. Ja, klopt. Was dat vanuit hun of heb je zelf een beetje, of hoe is dat gegaan? Eigenlijk rond Amstel was dat volgens mij al. Dat, vroeg al wel. Ja, dat mijn manager naar me toe kwam van, ja, wat vind je van de ploeg en ben je tevreden? En zou je langer willen blijven of niet? En ik zei, ja, ik ben heel tevreden en ik zou best wel willen blijven eigenlijk. Ja. En toen, ik denk een week of twee later had hij een gesprek gehad en dat was heel positief. En ja, dan beginnen natuurlijk de onderhandelingen. Ja. Ik denk voor rond Veenendaal was het denk ik rond. En dus ook heel vroeg in het seizoen. Nou, eigenlijk had ik daar helemaal niet over nagedacht dat ik daar dit jaar al mee bezig zou zijn. Ja. Maar dat geeft natuurlijk heel veel rust. En, rust en zekerheid. Ja, gewoon 4 jaar de tijd om mezelf te blijven groeien en te ontwikkelen. Dus dat is heel fijn. Ja. Hey, we hebben nog een paar luistervragen. Een van de luistervragen is van Wielershirt Verzameling. 3 keer raden wat hij doet. Ja, wielershirts verzamelen, daar krijg ik ook vaak berichten van. Wie niet? Ja, heb jij nog een specifiek doel waar jij volgend seizoen naartoe wil werken, is zijn vraag. Of haar vraag. Ja, ik vind de voorjaarsklassiekers iets heel moois. Mm-hmm. En dat ligt me ook wel redelijk goed, dat soort koersen van die open koersen die tactisch best lastig zijn. Dus daar wil ik zeker wel stappen in zetten. En ik denk ook met Matteo hebben we daar iemand bij waar ik wel heel veel van kan leren. Ja. Dus ik heb niet per se een doel dat ik zeg van ik moet die klassieker winnen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn, maar vooral groeien in die koers en daar heel veel leren vooral. Ja. Hebben we nog een luistervraag van Richard 010. Waar zal die vandaan komen? Wat is jouw favoriete stad? Nou, zeker niet, maar stel hem maar gewoon. Je hebt een 3-jarig contract getekend. Kan jij dan de focus goed houden met een 3-jarig contract? Of zou je zien dat dat dan misschien nog wat verslapt? Nee. Ik zie dat niet als dat ik nou een periode heb om rustig aan te doen en dan 2 jaar niks te doen en dan 1 jaar weer volle bak. Nee, zeker niet. Nee, dit zie ik juist als een mogelijkheid om echt de tijd en de kans te krijgen om door te groeien. En echt een vaste waarde te worden, ja, even in de ploeg of in ieder geval in het profpeloton. En dat zie ik niet als een periode om nu te gaan relaxen. Maar het geeft natuurlijk wel rust en of minder stress dan dat je volgend jaar voor een contract zou moeten vechten. Ja, dat is zeker, ik denk dat zeker is. Ja. Heb jij je planning voor volgend jaar al door, wat je gaat rijden? Nee, in trainingskamp december. 10 december gaan we op trainingskamp en dan zullen ze dat gaan vertellen. Maar ik weet wel dat ik volgens mij wel in de voorselectie zit voor de voorjaarsklassiekers. En dat is ook mijn ambitie. En ik zou denk ook veel op pad gaan weer met Arvid natuurlijk. Dus dat zou daar een beetje een mix tussen zijn. Tussen dat soort koers en voor eigen kansen kunnen rijden. En met Arvid mee. Ja, perfect hoor. Ja, ideaal. Ja, En wat zijn je ambities voor de aankomende 2 seizoenen nog? Wat zou je willen bereiken? Nou, ik zou wel graag een koers willen winnen natuurlijk. En heb je nog specifieke... Ik vind de Amstel vind ik een van de mooiere koersen. En... Ja, dat was vorig jaar zou ik die rijden en
Toen viel ik net daarvoor viel ik in de Loire Tour. Dus reed in de witte trui in de tweede dag. Was eigenlijk weer een mooie kans. En ja, plek 5 gaan ze onderuit. En ik ga er vol overheen. En daarna, ja, mijn handen compleet open. Maar voor de rest viel het mee. Dus ja, ik naar huis en ik dacht, ik was nog 2 weken van de Amsterdam. Ik dacht, dit komt vast wel goed op tijd. En toen eigenlijk de eerste keer dat ik weer echt blokken kon doen, was een beetje zo testen. Ze telkens iets hadden, dus 20 minuten zone 2 en dan zone 3, zone 4. En eigenlijk bij het laatste blokje, echt in de laatste minuut, schiet het volledig in mijn rug. Oh. En ik kreeg mijn benen niet meer rond, dus mijn vriendin opgewerkt. Ik zeg, ja, je moet me ophalen, want ik kan niet meer fietsen. Ja, toen ben ik lang nog naar België geweest, naar Brabantse Pijl, om daar bij de fysio en alles met de ploeg te kijken of er los kwam. Maar dat kwam niet los. En het was wel jammer, want de Amstel, dat is eigenlijk een koers. Dat heeft mijn vader altijd gezegd. Die reed vroeger altijd de Tourversie. Mm-hmm. En die zei van, ja, dan kom je daar bij die bussen en mooi voor de tijd. En hij zei, dat zou het echt afmaken, laat maar zeggen, als jij prof bent en je rijdt dan de Amstel. En dat jij daar dan uit die grote bus stapt, dan is het, ja, voor mij, dan is het voor mij goed, zeg ik. Ja. Dus daar baalde ik wel van. Ik hoop dat ik dit jaar dat ik hem kan rijden. En ja, dat zou natuurlijk een absolute droom zijn om die te winnen. Maar dat zie ik niet direct gebeuren volgend jaar natuurlijk. Maar kunnen droom we bellen met je ploeg. Ja, ja. Even het nummer zomaar, dan bellen we zo even. Ja, ja, ja. Dan regelen we dat. Ja. En we hadden, jij hebt hem wel gefietst. Zeker, zeker. We hadden ook Leo in de uitzending. Het is niet de beste aflevering waar we op terug kunnen kijken. Wel mooiste verhalen. Maar hoe bijzonder is het om zo'n Amstel te rijden? Want ja, dat was jouw eerste keer, toch? Ja, mijn eerste Amstel, ja. Maar ik koers natuurlijk zeker niet veel in Nederland. En Amstel is de enige echte klassieke, volgens mij, in Nederland. Dus ja, het is gewoon super mooi voor eigen publiek zo'n koers te rijden. En over die wegen die je dan zo goed kent. Dus waar je al, weet ik het, hoe vaak die rondes hebt gemaakt. Dus ik hoop hem de komende jaren te blijven rijden. Ja. En kijk er ook wel weer naar uit, moet ik zeggen. Hij staat ook wel weer hoog op mijn lijst. Ja, ik was erbij. Ja. Dus ik vond het wel bijzonder om... Het was volgens mij mijn eerste van jouw profwedstrijd die ik heb. Ja, de afgelopen jaar. Ja, dit jaar. Dit jaar was mooi weer. Ja, het begon echt zo. Het was echt koud. En, maar ja, ik zat in die kopgroep, maar op de laatste 50 kilometer liep ik natuurlijk helemaal leeg. Want ook kwam een valpartij nog. Ja, ik kwam toen net terug van van mijn armbreuk. Dus ik had nog niet zo heel veel wedstrijden gereden. Oh, toen die laatste 50 kilometer, toen had ik het niet meer. Maar op zich prima wel veel koers. In beeld. Dus dat ja, goed. Prima koers op zich. Dus hopelijk volgend jaar weer wat beter nog. Jij hebt hem gekeken, denk ik. Had jij Pogacar verslagen? Nee, ja, misschien als Leo. Nee. Ja, als Leo jou even achteruit had genomen. Ik was toen nog... ik kwam een week later, of 2 weken later, kwam ik bij Leo thuis in Spanje. En toen begon hij er gelijk nog over van... Ja, wat vind jij er nou van? Dat heeft toch helemaal de koers niet beïnvloed, zegt hij. Nee, ik denk uiteindelijk dat het ook geen verschil heeft gemaakt. Nee, dat zei ik ook tegen hem. Maar hij zat er wel mee. Dat ja, wel, tuurlijk. Het was het compleet door de media. Ja, helemaal afgemaakt. Ja, hij zat er zeker wel mee. Dus hij begon... Maar zat hij ook zelf achter het stuur dan? Ja, ja. Of hij zat in ieder geval... achter het stuur weet ik niet, maar in de auto zeker wel. Volgens mij... Nou, dat durf ik eigenlijk ook niet eens te zeggen, maar... In ieder geval, hij zat er wel mee dat dat zo werd geïnsinueerd, dat hele verhaal. Dat de koers had beïnvloed, maar dat geloof ik ook niet zo. Ja, ik geloof het echt niet. Nee. Die was toen in top vorm. Ja, op ja, dat moment. Was niet veel aan. Maar ik zei ook tegen Leo, blijft die Ben Healy wel bij Pogacar, dan legt hij hem erop in de sprint. Dus gaat geen verschil gemaakt. Nee. We zijn aan het einde gekomen van de ene laatste aflevering van seizoen 1. Rick, ga je in ieder geval bedanken voor jouw komst. Veel succes aankomend seizoen. Jij ook, Lars. Ik spreek jou over 2 weken weer in de jaarafsluiting. Yes. Dit was het einde van de aflevering. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Met name Rick. Vergeet niet te abonneren en via je favoriete podcast app ons te volgen. Dus dat Spotify en Apple Podcast. Zodat je in ieder geval geen enkele toekomstige aflevering meer mist. Op YouTube zijn we ook te vinden en we worden nog steeds het meest gevonden via de aanbevelingen. Dus... Duimpje omhoog. Abonneren. Heel goed. Notificaties aan. Subscriben. Notificaties aan. Bedankt voor het luisteren. Dit was Cycling Insight.